Een nieuwe maandag bij Huisterduin. Oranje is al gekwalificeerd voor het WK, maar toch staan er nog twee kwalificatiewedstrijden op het programma tegen Hongarije en Turkije. Wesley Sneijder en Dirk Kuyt hebben er duidelijk zin in, want zij melden zich als eerst in Noordwijk. Niet veel later druppelen ook de andere internationals binnen, zoals hier Tim Krul en Arjen Robben. Voor velen is het hier bekend terrein, maar dat geldt niet voor iedereen. Memphis Depay is er voor het eerst bij. Welkom jongen. Mag ik een foto van je maken? Het was een drukte van belang met journalisten vanmorgen. Hoe vaak heb jij bij aankomst moeten vertellen hoe leuk je het wel niet vindt dat je erbij zit? Ja, een stuk of 6-7 keer. Maar ja, belangstelling voor de eerste keer is altijd druk. En ja, ik heb het gewoon verteld. Je hebt veel jeugdelftallen doorlopen. In de zomer was je nog in Israël voor het EK van Jong Oranje. Nu ben je hier. Hoe blij ben je dat je eindelijk geen kamer meer hoeft te delen, maar alleen mag slapen? Ja, ik sliep met Kevin. Ik mis hem af en toe wel. Dus, het maakt mij niet uit of ik een kamer deel of met iemand slaap. De jonge PSV'er heeft een rustige eerste dag. Net als de meeste internationals werkt hij een hersteltraining af in het hotel. Wie we wel zien op het trainingsveld in Katwijk zijn de drie keepers en Arjen Robben. Hij mag de doelmannen onder vuur nemen, maar daarvoor moet hij eerst afrekenen met de assistent bondscoach. Depay mag zich dinsdag voor het eerst laten zien op het trainingsveld. En wie weet mag hij vrijdag tegen Hongarije wel zijn opwachting maken voor het grote Oranje. Mijn droomdebuut, een overwinning. Dat is een droomdebuut. En als ik dan nog een steentje kan bijdragen door een goal of een assist, of toch goed te spelen, dat is een droomdebuut, denk ik. Wij dachten meer aan misschien een mooie vrije trap in de kruising. Als jij naast de Van Persies en de Sneijder staat, durf je die bal dan op te eisen? Nou, je staat dan wel naast wat andere spelers, dus ik ben nog niet zo hoog hier in de hiërarchie. Dus als ze zeggen van neem jij mij, dan neem ik hem graag, maar anders laat ik die wel lekker liggen. En wat ga je met je shirt doen? Inlijsten of weggeven, ruilen? Nee, mijn eerste shirt als ik erin ga spelen, dan lijst ik hem in. Die gaat in mijn kamer of die krijgt een mooie plek in.